De gemeente Schiedam durft in de coronacrisis al een klein beetje vooruit te kijken. Nu er weer wat meer kan en mag, komt er een coronaherstelfonds bovenop de maatregelen die de gemeente al heeft genomen om een hoop instellingen te behouden voor de stad. Al met al hebben we de afgelopen anderhalf jaar al 2,9 miljoen aan Schiedam uitgekeerd. Cultureel, sport, economisch, onderwijs, noem maar op, om te overleven. We hebben nu zo'n 2,9 miljoen uitgegeven. Er zit nog een ruim een half miljoen, 6 ton ongeveer, zit daarin. En daar gaan we nu het coronaherstelfonds uitbetalen. Met de plannen van het coronaherstelfonds wordt er onder andere gekeken naar de winkeliers en worden winkelgebieden extra opgeruimd. En de horecaondernemers die hoeven komend jaar ook geen precariobelasting te betalen op de terrassen op openbare ruimte. Maar ook op individueel niveau wil de gemeente de helpende hand bieden met het fonds. Helis, we hebben zelf een analyse gemaakt van wat heeft corona de afgelopen anderhalf jaar in de stad teweeg gebracht. Waar zitten kwetsbare factoren? Dat is vooral de jeugd. En dat zijn mensen die het toch al moeilijk hadden en die kwetsbaar zijn en sociaal al moeilijk rond kunnen komen en financieel. Dat zijn de twee die in Schiedam het echt voor kies hebben gehad. Daar gaan we extra ondersteuning aan geven. Daar trekken we 2,5 ton voor uit. Dat doen we zelf. En daarnaast, is de tweede pijler, stellen we 2,5 ton beschikbaar voor een subsidieregel voor iedereen en alles die met leuke, vooral sociale initiatieven komt. Nee, de voorwaarden zijn eigenlijk heel simpel. Het moet een sociaal doel dienen. Het moet weer wat beweging op gang brengen. Dat kan zijn een vereniging die anderhalf jaar stilgestaan is. Luister, dus ik wil mijn leden weer eens even zien te binden. En ik ga een activiteit organiseren, zodat ik straks weer gewoon kan functioneren. Dat de leden weer terug zijn. Maar het kan ook zijn dat we mensen die eenzaam zijn, die willen we toch een beetje achter de voordeur weghalen. Dat we die aan sociale activiteiten deel willen nemen. Dus het kan iets klein zijn, het kan iets groot zijn. We toetsen dat heel marginaal. Ik zei net al, niet bureaucratisch. Dus als het wordt aangevraagd, willen we het eigenlijk heel snel toekennen. En we stellen er maar een paar voorwaarden aan vast. En vroeg of laat moeten er wel bonnetjes worden ingeleverd, maar dat gaan we niet te ingewikkeld maken.